Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Bewolking trekt vanuit het westen over ons land. We hadden een paar opklaringen aan het begin van de middag, maar die lopen allemaal dicht. En van het westen uit gaat het ook op steeds meer plaatsen licht regenen. We hebben voorlopig een zuidwestelijke aanvoer. En dat betekent dat er zachte lucht onze kant op komt. Naast natuurlijk de neerslag. Morgen overdag loopt het kwik zelfs tot ruim boven de 10 graden op. Laat op de dag gaat het weer regenen. En daarna wordt het langzaam wat minder zacht. Het is een opeenvolging van storingen met tussendoor van tijd tot tijd dus een wat rustiger weerbeeld. En met name vrijdag en zaterdag is het weerbeeld inderdaad echt wat kalmer met wat bredere opklaringen. Maar zover is het nog lang niet. We hebben in eerste instantie te maken met bewolking. En vanavond valt er van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur loopt eigenlijk alleen maar op. In de avond is het 8 tot 10 graden en in de nacht 9 tot 11. Neerslag verdwijnt langzaam, het kan nog wat licht, miserie hier en daar blijft bewolkt en de wind is meest vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen overdag neemt de wind verder toe langs de kust naar Hartwindkracht 7. In de ochtend is het op veel plaatsen droog, misschien wat licht gemiezer, maar meestal valt het met een neerslag wel mee. Maar het blijft bewolkt en tegen de namiddag en in de avond gaat het harder regenen en komen er ook forse windvlagen voor, met name in het noordwestelijk kustgebied. Daar kunnen windstoten tussen de 80 en 100 km per uur voorkomen. In de rest van het land zijn de windstoten wat minder heftig en ze vinden vooral plaats op een actief regengebied, wat in de avond van west naar oost over ons land trekt. Direct. Dan gaan we verder kijken naar de dagen die volgen. De donderdag, dan is het al een stuk rustiger met de wind. De bewolking heeft nog de overhand in het zuidoosten met wat gespetter. De rest van het land een enkele buien in de loop van de dag al een opklaring. Temperaturen die pakken wat lager uit. Morgen dus recordwaarde tot boven de 13 graden. Maar donderdag is 9 graden. En vrijdag, zaterdag zien we de temperatuur langzaam wat verder dalen. Zaterdag is het heel rustig met een graad of 6 op de thermometers. Dat gaat overigens wel samen met vrij frisse nachten. Met name de nacht na zaterdag kan de temperatuur toch best wel in de buurt van het vriespunt komen. Dat zou hier en daar wat gladheid kunnen opleveren in de vorm van bevriezing van natte weggedeelten. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de neerslagkans in die periode heel klein is... dus dat de wegen misschien ook wel gewoon zijn opgedroogd. In de dagen die daarna weer volgen, zondag en maandag, zien we de temperaturen weer wat hoger uitpakken... om daarna voorzichtig weer wat omlaag te sukkelen. Maar van echt winterweer is vooralsnog absoluut geen sprake. Sneeuwkansen volgende week nemen een fractie toe, maar dan heb je het slechts over zeer beperkte hoeveelheden... Hoeveelheden. Want gaan we naar bijvoorbeeld 3 centimeter kijken, ja, dan moeten we concluderen dat de kans daarop gewoon heel erg klein blijft. En in ieder geval onder de 10% winterweer, daarvan is dus absoluut geen sprake de komende 14 dagen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl